Alrighty, dames en heren, maandag 4 januari, workout die wat langer gaat duren waarschijnlijk voor menigeen persoon. En ja, 2021. We gaan een hero workout doen. Paul. En Paul, op zo'n Amerikaans denk ik. En deze workout is voor het eerst gepost op 24 april 2010 op crossfit.com. Dat is de main site van CrossFit en dat is een beetje... Natuurlijk het Walhalla waar CrossFit allemaal gestart is. Wij komen daarna heel snel. Wat is het? 5 rondes voor tijd, 50 double unders, 35 knees to elbows, 18 meter overhead walk met een stang, met iets met van gewicht, of het algemeen een stang of het makkelijkst. 85 kilo boven je hoofd en 60 kilogram boven je hoofd. Super zuur, super veel gewicht. De beginners die gaan er waarschijnlijk... Een minuut of 38 tot 45 overdoen en de elite die zijn klaar rond de 19 en 23 minuten. Uiteindelijk is het dus truc dat iedereen dezelfde soort van stimulus krijgt. Dus wij verwachten eigenlijk dat jullie deze workout af moeten krijgen ergens tussen de 24, 25 en 35 minuten. Dat moet een beetje jouw time cap zijn. Echt, dan ga je te zwaar, dan gaat het je snel te zwaar en te lang duren bedoel ik. 5 rondjes. De variaties die we hebben, luister en huiver. Voor de double unders. Dit zijn double unders. Basje doet ze hiernaast in beeld. Voor de double unders. Pak je springtouw, spring je omhoog. Laat je touw twee keer om je heen draaien. Lukt dat niet, omdat hij steeds in de knoop komt met springen, ga je 45 seconden zoveel mogelijk pogingen doen om zo dicht mogelijk bij die 50 double unders te komen. De een doet de 3, de ander doet de 23. Boeit niet, doe er zoveel mogelijk. Ben je een draak in het doen van double unders, doe dan single unders keer 3. Alleen zoals ik altijd zeg, ik heb een hekel aan het doen van single unders. Ik heb liever dat je de vorige scaled version doet. En dat is gewoon 45 seconden proberen zoveel mogelijk te doen. Single unders zijn dit. Precies dat. Of je doet 50 penguin jumps. En het voordeel van het doen van een penguin jump is dat je 1, je hebt geen touw. 2, je springt als het goed is eventjes hoger. Net zo hoog als dat je bij een double under moet doen. En je leert het ritme creëren van 2 keer tappen, zoals Bas hiernaast doet. Ze springt hoog en doet een double tap met zijn handen op zijn bovenbenen in de lucht. Dat zijn de variaties voor double unders. Dan 35 knees to elbows. Kun je hangen zoals hier op het balkon, doe je 35 knees to elbows of 35 keer je knees as high as possible. Hanging knee raises zou je kunnen doen. Kun je niet hangen, moet je gaan liggen. Zou je bijvoorbeeld tuck-ups kunnen doen. Pas doet hij namelijk eventjes op de grond een tak-up voor. Plat liggen op je rug en je vouwt jezelf op. Je maakt je weer lang. Je vouwt je op, maak je lang. Je vouwt je op, je maakt 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 je lang. Je vouwt je op. En zo ga je de hele tijd door. Juist. Vind je dat wat lastig omdat je het ritme totaal niet weet te realiseren? Wat je dan ook kunt doen is knee raises terwijl je ligt. Terwijl je achter je iets vastpakt. Dat kan een dumbbell, een kettlebell zijn. Maar dat kan een deurpost zijn. Weet ik veel wat je pakt. Pak iets vast zodat je achter je wat houvast hebt. Hij doet ze nu hiernaast voor je. Knees to elbows terwijl je ligt en iets vasthoudt. Dan de laatste oefening. De overhead walk. Ja. Wat je zou kunnen doen is je vriend of vriendin oppakken en die boven je hoofd tillen. En daarmee 18 meter te gaan lopen. Dat kan ook een beetje riskant zijn voor die persoon die zich... beschikbaar stelt. Bas doet het hier eventjes voor met Saskia. Saskia is er niet. Nee? Nee, is ze er niet? Nou, dan hebben we mazzel. Dus Bas gaat het op een andere manier doen. Dat kan bijvoorbeeld zijn met minder gewicht. Dat kan zijn een push. Pak je push even? Nee, de gewone push. De push die door je huis heen wandelt. Ook niet aanwezig, of wel? Nou, ik weet niet of het lukt, of je het voor elkaar krijgt om die push boven schoot te houden. Echter is die wel heel erg licht. Of je kan gewoon met dumbbells boven je hoofd lopen, met kettlebells boven je hoofd lopen, met een hele zware tas boven je hoofd lopen. Misschien kun je met een krat bier boven je hoofd lopen. Kan mij het schelen, pak iets wat redelijk zwaar is, wat zo dicht mogelijk bij die 85 kilo komt, of wat jij kunt handelen. Loop ermee boven je hoofd, 18 meter. Kan ook 4 keer 5 meter zijn in je woonkamer, waarvan je denkt dat die elke keer 5 meter is, maar je iets korter afsnijdt, waardoor je uiteindelijk toch nog op 18 meter uitkomt. Ja, precies. Wat ook zou kunnen is dat je een handstand hold kunt doen. Dan ga je niks anders dan ondersteboven staan. En dan zeg ik bij deze dat ik wil dat je 30 seconden ondersteboven gaat staan in een handstand hold. Is dat te zwaar in een handstand hold met je voeten tegen de muur? Hè? Hij heeft het zojuist hier laten zien.
Dat doe je niet een handstand hold, maar dat doe je een pike hold. Dat doet Bas nu, en dan is hij niks anders dan in een soort van omgekeerd, nee, in een piramidevorm staat hij ondersteboven. Neus dicht naar zijn knieën toe aan het drukken. Vasthouden, 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 vasthouden. Is dat wat? Cool, succes. Ik hoop dat we een beetje op afstand zo elkaar hebben kunnen inspreken. En ik hoop dat je het hoort, dat je schreeuwende pleuris hier erbij hebben. Weet ik niet zeker. Goed. Mensen, spreek jullie, de ballen.